De dierenambulance voor Schagen en Hollands Kroon staat noodgedwongen steeds vaker stil door gebrek aan vrijwilligers. Het is zo dat wij op dit moment letterlijk nog 5 vrijwilligers hebben. Die dus 24 uur per dag, 7 dagen in de week, de dierenambulance zouden moeten rijden. Dat betekent dat wij gewoon niet alle ritten meer kunnen rijden. Met de mensen die we nog wel hebben, onze enthousiaste vrijwilligers, doen we gewoon wat we kunnen binnen hun normale roostertijden. Het betekent ook dat we zelf inderdaad, als we als medewerkers zijn de dubbele diensten draaien, dat we inderdaad zelf gewoon rijden. Ja, en toch vragen we mensen inderdaad zoveel mogelijk zelf te doen. En als het niet kan in de nood, dan pakken wij de ambulance die bij het asiel staat en dan gaan we. Het is natuurlijk zo dat de zwerfdieren en de gewonde dieren binnen gemeentegrenzen een verantwoordelijkheid is voor de gemeente. Dus eigenlijk is de gemeente diegene die dat moet oplossen. Daarvoor hebben ze eigenlijk ons om dat werk voor namens de gemeente te doen. Als dat niet meer lukt, dan krijgen we echt een heel groot probleem. Ja, het is iets wat je echt leuk moet vinden en hart voor dieren hebben. En ook wel er tegen kunnen dat je dus ook wel eens een dood dier moet ophalen. Maar ja, zien het als een laatste eer. Zo zie ik het. Ja, het liefst breng je natuurlijk gewoon een levend dier weer terug bij zijn baasje. Als je affiniteit hebt met dieren, je hebt wat tijd over, meld je dan aan voor de dierenambulance Schagen-Hollands Kroon. We zitten echt te springen om vrijwilligers.